van Hendrik de Brakeleer, in de tweede helft van de 19e eeuw een van de eerste moderne schilders in Antwerpen, heeft het museum een dertigtal schilderijen. Bij de Brakeleer gaat het om stilte. Het gaat minder om de man die daar zit dan om de sfeer die hij oproept met het licht dat door het open raam schijnt, op het glas, op het goudleer van het belang, op het fluwelen kussen, het hout, de vilten hoed. In dit immense museum, waar hang je dit schilderij? Zoals door het hele museum heen zijn de werken thematisch opgesteld. Dat betekent een thema licht, lutje, hier. Want zonder licht zie je niks. En wat hebben ze nu gedaan? Hoewel het moderne meesters zijn, hangen daar dus een minder hout, dat is 17e eeuw, een tweede generatie Terborg, 17e eeuw, een 19e eeuw schilderijtje. Tegenover Belgische kunstenaars van Hooijdonk, Paul van Hooijdonk en Verheijen. Daar zie je het meteen. Over licht gaat het. Want meer dan licht zie je niet op die schilderijen. Maar dat is in feite bij die oude schilderijen ook het geval. Want bij die journalist die daar zit, een Fransman, zijn haar wordt belicht, zijn grijze haar wordt belicht. Daardoor valt zijn kop op. Op zijn schouders valt het licht. Hetzelfde bij het kerkinterieur. Lichtaccenten laten het schilderij leven. En dan heb je licht symbolisch natuurlijk nog. Want kijk, Frits van den Berg, een van de grote Vlaamse expressionisten, schildert hier het leven. Ja, wat is het leven? Die man is duidelijk aan het vreemd gaan. En je ziet een vrouw met kommer en kwel. Want dat willen mensen natuurlijk liever niet. Maar ook daar, dat schilderij is opgebouwd uit eigenlijk geometrische vormen met lichtaccenten. Want het is daar de nacht en anders zouden we geen klap zien. En nog mooier, en dat is natuurlijk symbolisch uit de 17e eeuw, kijk. Het kleine Christkind, de kleine Jezus bij zijn moeder Maria, op schoot en het is alsof hij natuurlijk licht geeft. Het licht wat ons verlicht, het christendom, wat de toeschouwers, de tijdgenoten verlicht. Wij worden iets minder verlicht, vrees ik. En iedereen kijkt vol aandacht. Die ene man roept nog, kom kijken zijn hond. Naar dat licht van dat kind, wat hij het afgeeft. Jordaens natuurlijk. Jordaens, de grote protestant, die prachtige katholieke, christelijke verhalen kan schilderen. Vaak voor de katholieke kerken. Want protestantse kerken, die hebben dit soort verhalen helaas niet meer. En even een lieveling van mij, kom even kijken. Dat is Jacob Smits. Jacob Smits moet je altijd beginnen heel dichtbij. En het heet De Hemel Weent Over de Puinen. Nou, je kunt de regen rats zien vallen. Maar weer is dus het licht bepalend voor de vorm. Een oeker die allemaal spijkers altijd overal inslaat, die moet er even langs lopen, dan verandert alles. Doordat het licht op die spijkers, die hij in speciale golven erin heeft gezet, een beetje meer van zo, een beetje meer van zo, een beetje meer van zo, krijg je opeens een beweging in een dikke plank met spijkers. Hedendaagse kunst houdt zich onder andere bezig met processen, met technieken, met wat is schilderen nu eigenlijk. En hier in het museum hebben ze wel een heel leuk, heel magnifiek voorbeeld gevonden van Boy en Erik Stappert. En je komt zo langs dit pilaartje en je denkt wat het is en je kijkt tegen andere kleuren op. En dan staan we waarrempel in een hele gang. Een gang waarvan de kleuren van links niet hetzelfde zijn als de kleuren van rechts. En die komen pak bijeen daar op het eind. Als je die trapjes opgaat, loop je dat nu helemaal tot het eind de trappen op.
dan zie je in die zwarte vlakjes, zie je nog eens een keer alle kleuren die hier gebruikt zijn.